Welkom bij de Zieke Show, waarin Rachel en Albert in een paar simpele stappen een ziekte onder de loep nemen. Oké, eens eventjes kijken. Ja, prachtig. Trommelvliesje ziet er goed uit. Mooi, mooi, mooi. Deze kant even kijken. En jouw oor. Oh, joh, er zit een gat in. Huh? In je trommelvlies. Ja. Wist je dat al? Ja, natuurlijk wist ik dat al. Ja? Maar is het een groot gat? Dat zou ja. Ja, oh, dat wist ik dan weer niet. Nou, ik wist natuurlijk wel dat er een gaatje met trommelvlies zat. Want het komt omdat ik als kind, en nog steeds trouwens, ik heb laatst weer een oorontsteking gehad. Maar als kind heb ik dus ook heel veel oorontstekingen gehad. Zoveel dat er dus een gat in mijn trommelvlies is gekomen. Dus je bent een soort oren-expert. Zo kan je mij wel noemen, ja. Ik weet denk ik alles. Ik weet meer over oorontstekingen dan jij als arts. Zo checken? Ja, vraag, stel me een vraag. Oké, okay, neem eens even door. Nee, stel me een vraag. Ik weet het antwoord. Ik zweer je. Door. Goed, ik zal jullie laten zien hoeveel ik weet over oorontstekingen. Dit is een oorontsteking van binnen. Kijk, ik zie je dus voor dat trommelvlies of achter het trommelvlies een beetje pus en luchtbellen. En ik weet ook vaak als je in een ontstoken gehoorgang kijkt, dan zie je ook wat witte schilfers. Maar van buiten zie je natuurlijk vaak niet dat het een oorontstoken is. Hoewel dat kan wel, dat het oor ook een beetje opgezwollen is. Maar meestal zie je gewoon dit. Gewoon huilen. Gewoon heel veel huilen. Ja, en dat is ook niet gek, want oorontstekingen doen echt pijn. Nou de stelling. Een warm ei tegen je oorschelp aanhouden helpt tegen oorontstekingen. Nou, ik heb een heleboel geprobeerd, maar dit heb ik nog nooit gedaan. Dus wil jij net als ik weten of dit waar is? Blijf dan kijken. Oké, even kort uitleg over je oor. Dit is je gehoorschelp, je gehoorgang en dit is je trommelvlies. En die vangt het geluid op en geeft dat door via allemaal botjes aan je slakkenhuis. En daar wordt het weer doorgegeven aan je hersenen en dan hoor je. Nou, en al deze gehoorsbeentjes, die liggen in je middenoor. En je middenoor is eigenlijk een soort holte, bekleed met slijmvlies. En de afvoer daarvan is de buis van Eustachius. En die loopt van je middenoor naar je neus. En die buis van Eustachius, die kun jij ook voelen. Doe maar eens je neus goed dicht en dan heel hard blazen. Wat voel jij dan? Dan voel ik dat mijn oren ploppen. Ja, maar ik heb een gat in mijn trommelvlies. Dus doe jij eens dan? What? Super weird. Kan ja, je kunt dus eigenlijk gewoon door je oren heen fluiten. Ja, ik duw gewoon dat lucht door dat trommelvliesje heen. Nah, super bizar. Ja. Vet cool. Hey, en je kunt je dus voorstellen dat als hier een virus bij komt en er heel veel snot gevormd wordt, dat snot niet goed weg kan als die buis van Eustachius verstopt zit. Ja. Nou, ik ga dat even laten zien, Albert. Ik heb hier hetzelfde als wat jij hebt, namelijk een dwarsversnede van een oor. Dus hier heb je de oorschelp, ja. Dus de oorgang en hier alles. En hier op middenoor, dus aan de andere kant van het trommelvlies. Nou, is deze persoon van wie deze oor is verkouden. Dus die heeft heel veel snot in zijn oor. En je kan je voorstellen dat slijm een enorme druk veroorzaakt op je trommelvlies. Ja. Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet fijn, want dat doet heel erg veel pijn. Wie krijgt er allemaal een oorontsteking? Nou, kleine kinderen, grote, oude mensen. Alle leeftijden, het maakt niet uit. Alleen, kleine kindjes hebben wel ietsje meer kans erop. Want bij hun heeft de buis van Eustachius nog een beetje onderontwikkeld. Die kan nog niet zoveel doorheen. Plus, hij loopt nog gek schuin ook nog. Plus, als zij vaak achter elkaar een oorontsteking hebben, dan spreek je van een langdurige oorontsteking. Dus die stelling van, oké, een hardgekookt ei werkt tegen een ontstoken oor. Wat werkt? Dat is niet zo, toch? Dat is niet wetenschappelijk bewezen, maar ik denk wel dat als je een lekker warm ei, als je je heel naar voelt en heel erg veel pijn hebt, tegen je oor aanhoudt, dat het heus wel een klein beetje werkt. Ik heb ook nog een tip. Ook niet wetenschappelijk bewezen, maar wel door mij bewezen. Het werkt gewoon wel. Namelijk, ik heb het een keer bij mijn man uitgeprobeerd. Oh ja? Als je verkouden bent en je buis van Eustachius zit dicht en je neus zit dicht, dan neem je een hap wasabi. Wasabi. Schrijf dat op, koop het en dat kan je de volgende keer proberen. En er een filmpje van maken naar mij sturen. Nou, als je een keer zo'n oorontsteking hebt, is het vervelend, maar is er nog niet zoveel aan de hand. Maar stel je nou voor dat je zo'n kind bent als ik was en je vaker van dit soort oorontstekingen hebt, ja, dan wil je daar op een gegeven moment wel echt iets aan gaan doen. Want die druk op je trommelvlies is gewoon niet oké. Dus daar hebben dokters een heel slim trucje voor bedacht. Ja, namelijk dat is een heel klein buisje. Kijk. In het trommelvlies plaatsen, waardoor het snot gewoon heel makkelijk naar buiten kan. En wat ze daarvoor doen, is een klein sneetje maken in het trommelvlies. Ja. Oh, ja, dit is heerlijk voor de patiënt die staat onder narcose. Maar ja, toch, ik bedoel, de druk is in één keer van het trommelvlies af. Dus dat scheelt enorm in de pijn. Aha, dan wordt het buisje erin geplaatst, zo. En dan kan het snot heerlijk weg naar buiten als er druk op zit. Oké, we gaan de patiënt even een beetje ontwieperen. Komt er iets? Ja, daar komt het snot er al uit. Gelukkig.
Wat een opluchting. Dit is een groot buisje, maar als jij ooit naar de dokter moet om een buisje te laten plaatsen, dan gaat er niet zo'n enorme buis in jouw oor gelukkig. Maar het is een piepklein buisje, het zit in dit doosje. Kijk, hier zie je een heel klein buisje. En dat buisje wordt dus in je trommelvlies geplaatst, waardoor de druk er gelijk af is. En dat snot wat zich opgehoofd heeft in jouw middenoor, dat druipt er dus eigenlijk gewoon uit. En op een gegeven moment, dan valt dat buisje er gewoon uit, of dat spoelen ze eruit. En dan groeit je trommelvlies vanzelf weer dicht. Wat lukt dat op, hè? Oh man, heerlijk. Ik voel het gewoon bijna. Ja.